Hey Bart Fokker hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 73. 73 video's verder en jij weet de basis van Blender en een dikke tik verder. Of misschien heb je alleen niet wel speciale speed video's gekeken, hoe dan ook jouw animatie is klaar in deze video gaan we alvast vooruitkijken naar wat je nog verder in Blender allemaal nog zou kunnen leren en ontdekken. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel op geklikt en laat eens een leuke reactie achter. Ik ben ongelooflijk trots op jou, want jij hebt deze hele training gedaan. Dus hé, hey, deze Blender Lolly heb jij meer dan verdiend. Ja, dan kan je mo moeilijk uit je scherm pakken, dus ga vooral zelf even zoeken in de kastjes of iets lekkers kan vinden. Hoe dan ook, tracteer jezelf. Klaar. Maar ja, klaar en eigenlijk ook weer door. Want dit is het begin van jouw 3D avontuur, van jouw 3D eerste stap. Ja, ik wou zeggen stapjes, maar het zijn dikke stappen die je hebt gezet in je 3D avontuur. Want er valt nog zoveel meer te leren. Klaar en toch ook weer door. Wat dacht je van dit systeem van armature met botten? Die heb je ook in eerdere video's ook wel gezien. We hebben nu de poppetjes een klein beetje beweging gegeven met de shape keys. Maar wil je ze echt over de ondergrond laten lopen of wat dan ook laten doen, dan moet je riggen met Botten. En dit is het blende project van mijn korte animatie TNAK. Twee robotjes en er valt een blok naar beneden. Kruur, er valt iets uit. Uu, uu. Ga hem vooral kijken als je hem nog niet hebt gezien. De link hieronder in de beschrijving, natuurlijk, en op mijn website Maak iets Media. Maar wat ik vooral even wil laten zien, is dit zijn gerikte modellen. Kijk, ik kan die body oppakken en die poten zitten eraan vast. En deze kleine uh, lijntjes, dat zijn botten. En botten zijn onderdeel van een armetje. Uh, zij kunnen zeggen als een skelet, zeg maar. En die vervormen je object en en zorgen dat ze dit pad zo over de ondergrond kunnen lopen. En dat systeem van armature wordt niet alleen in Blender, maar ook bij andere uh, softwareprogramma's, 3D-softwareprogramma's gebruikt om je objecten te vervormen en realistische bewegingen mee te geven. En soms hebben gezichten echt wel honderd botten in zich om al die uitdrukkingen en bewegingen te kunnen animeren. En uh, nou, in de vervolgtraining die ik vast nogal een keer ga maken, ga ik jou als eerste leren hoe dat werkt met die armature en botten en zo. Maar wat dacht je van realistische modellen en materialen? En deze hele Chris tekening uh, zeeanimatie ding met die boot en straaljagers en zo, wat we hebben gebruikt in deze training, was low poly. Dus weinig punten en ook hele simpele materialen. Maar next level is als jij aan de slag gaat met complexere high poly modellen en ook hele realistische vette materialen. En wat dacht je van uh, deze? Ik heb hier een uh, boom. En als ik op play druk, dan komen er allerlei gloeiende dingetjes bij. Misschien staat ik wat bommel in de fik of zo. <laughs> Super vet. En die worden dan weggeblazen hier door deze. En dit is een uh, windsimulatie. Ben je ergens in de training ook al tegengekomen. Super vet, hè? En dit is dan nog gewoon Eevee. Het is geen cycles. En het ziet er al super vet uit. Ja, het flikkert een beetje zo in mijn scherm. Maar als je het zou renderen, ziet het er heel erg vet uit. Dus realistische objecten zoals deze boom. Glimmende dingen, simulaties, licht en uh, mist. Zoveel meer mogelijk. Of een dagje van Sculpting. Letterlijk kleien inblenden. Kleien op je computer met je muis. Het kan. Je er in erin uh, Sculpt-mode van uh, 3D viewport. Dan moet je kijken. Deze, dit poppetje. Heeft een grote zak op de rug. En die kan ik hier met mijn muis. Zo door te bewegen. Uur, kan ik dit zo oppakken. En op die manier dus ja, dit zo maken. Je hebt natuurlijk uh, in deze training geleerd. hoe je objecten maakt. in de low-poly-stijl. in Edit-modus. Maar je kan dus ook door letterlijk met al deze. Uh, brushes, zeg maar, dingen pakken en op die manier uh, zo oppakken en, uh, en sculpten. En dit is echt ja, dat is weer een eigen training op zich. Maar super vet om te leren natuurlijk. En dan Geometry Notes. Notes zijn die blokjes die je met lijntjes aan elkaar kan knuppen. kun je voor je materialen. Voor je wereldmateriaal uh, of voor je objectmaterialen, maar je kan dus ook objecten zelf maken met die nodes. Ik heb hier weer een uh, boom in Blender en die boom is dus niet zomaar object, het is een object dat is gemaakt en uh, door de Geometry Note. Hier zie je die blokjes en al die lijntjes, maar het zijn dus een heel ander soort blokjes en lijntjes dan van de wereld- of objectmaterialen. En die geometry nodes is dus een heel systeem van blokjes die je dus aan elkaar knupt. En die vind je samenkomen zeg maar in een uh, geometry nodes modifier. En hier heb je dan een aantal parameters, of ah, moeilijk woord voor sliders. En daarmee kun je zeggen bijvoorbeeld uh, dat deze boom uh, uh, bijna geen bladeren heeft of uh, veel meer bladeren. Viewport dus visibility, hier kun je dus instellen hoeveel bladeren die boom dus heeft. Je kan de blob size dan maak je dus de mos veel, veel groter. Je kan de, de dichtheid van de sprietjes kunnen we het ook nog in een rendered view bekijken, ziet het er dan nog verder uit. Ja. De sprietjes van de grasjes die uitsteken over het, het mos en het gras. Nou, die geometry notes kun je dus gebruiken om complete systemen te bouwen. Bij wijze van, je bouwt het systeem. En dan kun je in zo'n slider zeggen van, hey, het is een gebouw, maar ik wil nog meer verdiepingen. Maar wel met variatie van de ramen en deuren en zo. Kan, of een taart met verschillende lagen. Die geometry notes is best wel een uh, complex systeem. Maar ja, ook weer super vet om te leren natuurlijk. En het laatste voorbeeldje is 2D in 3D. Je kan in 2D tekenen, soort van in de 3D-omgeving met Grease Pencil. Moet je kijken hoe vet deze fiets eruit ziet. Met het, het uh, meisje erop. Heel erg stylisch eigenlijk. Heel anders dan dat je van een 3D-wereld zou uh, verwachten. Maar moet je kijken, als ik in Solid View ga, dan zie je eigenlijk wat er aan de hand is. Die fiets is wel een 3D-object, zoals je ziet. Dat is gewoon echt een uh, 3 d Pijpen en banden en zo. Maar het is gerenderd alsof het, zeg maar, getekend is. En het meisje zelf, als ik hem even stopzet, dan zie je dat het meisje zelf is oneindig vlak. Als ik het in local view kijk, dan zie je dat het eigenlijk oneindig vlak is. Je ziet wel, het lijkt alsof er, ja, zit een soort van dikke rand omheen. Nou, ook weer niet, zie je. Dus dit is eigenlijk het tekenen in 3D met de grease pencil. Waarmee je dus ook hele vette animaties mee kan maken en ja met een brush eigenlijk in 2D in een, een platte blush 2D in een 3D omgeving kan uh, kan tekenen en hele stylische vette animaties kan maken. Deze grease pencil-animatie heb ik zelf gemaakt van uh, een paard. Die heb ik zo uh, met grease pencil in Blender getekend. Het is dus ja, oneindig plat. Maar met een uh, even hoor, modifier kun je een beeld modifier Kun je ze heel mooi animeren dat die zo wordt uh, getekend. En als je met de camera dan een beetje uitzoomt, dan kun je dit ook nog uh, ja, op die manier in beeld uh, brengen. En uh, ja, de grease pencil, uh, super vet. Deze voorbeelden uh, kun je zelf ook bekijken. Op uh, Blender vind je bij download. En dan vind je je demo files. En dan vind je je asset bundles en simulatie met geometry notes. Hair, die grease pencil ding hierzo en nog twee andere. Blender Splash Artwork, het zijn die schermpjes die je ziet als je Blender opent van de verschillende Blender-versies. Kun je ook eens hier openen en bekijken. Sommige zijn echt heel erg zwaar en deze lukt me genezer om mijn eigen PC te openen. Kan je nagaan. Maar neem er eens een kijkje en dan zie je dus zelf wat voor vette dingen je allemaal kan maken in Blender. Maar dat wist je waarschijnlijk al wel. Dus ja, en door dus. Want ik wil ontzettend graag door. Jij met je volgende animatie en ik met de Blender vervolgtraining. Maar om dat te kunnen doen heb ik wel wat inkomen nodig. Zo is het ook wel weer. Ik kan de, deze training maken kost gewoon ongelooflijk veel tijd. En het kon ik maken met de steun en hulp van Netwerk Film Educatie. Super bedankt jongens van Netwerk Film Educatie. Echt super tof dat jullie me zo gesteund hebben de afgelopen twee jaar. En deze Blender Basistraining mogelijk hebben gemaakt. Maar als jij wil dat die vervolgtraining er komt. Dan moet ik andere manieren inkomsten zien te genereren om weer nieuwe gratis video's. Uh, online te kunnen gooien. Hoe ga ik dat doen? Met trainingen en workshops. Dit is een bladzijde uit het Blender boek en daar staan vier verschillende smaken. Nummer één is iedereen kan een vraag en strippenkaart bij mij kopen, want ik kan niet op elke vraag uh, antwoord geven die ik in mijn mailbox krijg, want het kost gewoon tijd. Dus hey, jij kan een strippenkaart kopen, iedereen kan een strippenkaart kopen en dan ga ik proberen die vraag zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden. Of hey, uh, laat deze video zien aan jouw docent. Sleep hem erbij en zorg ervoor dat Blender in jouw klaslokaal terecht komt. En uh, als je nog je docent moet overtuigen. Ha, een half uurtje online geef ik uh, intro over deze Blender training. En laat ik zien hoe ver het is en hoe deze training allemaal in elkaar steekt. En wat ik ook kan doen is een uurtje hulp met wat dan ook. Dus uh, haal er iemand bij. 1, 2, 3 of 4. Hou het klein, klein groepje en dan een via een online Teams of Zoom of... Uh, Meeting ga ik jullie helpen met de problemen of de dingen waar je op dat moment tegenaan loopt. Vanaf als je van nul weet van Blender, laat me je een uurtje op weg helpen. Of als je al bijna klaar bent maar me, je loopt nog ergens tegenaan. Ik help jou online. Maar ik kan ook naar je toe komen. Dan schuur ik in mijn auto. En dan kom ik naar je toe voor een training of een workshop. Hoe dat allemaal moet kosten en hoe het allemaal met elkaar steekt, dat vind je wel op mijn in het blenderboek staande prijzen. En op www.maak natuurlijk zal ik ook al deze info zetten. Allright, dit was hem voor nu. Dit was de laatste video 73. Steun mijn missie. Abonneer op het YouTube kanaal als je dat op een of andere manier nog niet hebt gedaan. Laat overal duimpjes achter, overal reacties. Um, meld je aan voor de blender nieuwsbrief of de gewone nieuwsbrief op mijn site. Kortom, steun mijn missie, zodat ik door kan gaan en allemaal gratis video's zomaar online kan gooien, zodat iedereen digitaal zich helemaal kan uitleven zonder die belemmering van taal of geld. Maak iets.